Om geld op te halen voor de restauratie van de Lambertuskerk in Veghel werd er zondag een sponsorloop gehouden. Het rondje om de kerk. Bij de kraampjes voor de kerk kon men zich inschrijven voor 1 of 6 of 12 kilometer. Helle van der Wijst was ook aanwezig. De presentatrice van het KRO-programma De Wandeling was in Veghel om de sponsoractie te ondersteunen. Het draaide echter niet alleen maar om het lopen. Op het pleintje voor de kerk was een gezellige markt ingericht waar de aanwezigen konden genieten in de zon. Volgende week zondag is het volgende evenement ten bate van de Lambertuskerk. Dan wordt er een benefietconcert gehouden. Dit alles om met name de daken van de kerk te restaureren.